Hoi allemaal, u werd al vaak gevraagd of we het alfabet kunnen maken. Bij deze dan de eerste letter, de letter A. De letters zijn ontworpen door Elegant Fashion. Zij heeft copyright op de ontwerpen. En wij hebben toestemming gekregen om haar filmpjes naar het Nederlands te vertalen, dus ook het alfabet. Voor deze A heb je 42 elastiekjes nodig. Ik hoop dat die lukt en heel veel succes. Eerst ga ik mijn loom verstellen dat de drie rijtjes opgelijnd zijn met elkaar. Hiervoor gebruik je de achterkant van je haaknaald. Je begint met het plaatsen van de elastiekjes bij de rode pijl. Als je geen pijl hebt, moet je zorgen dat de openingen van je af zijn. Ik begin bij de rode pijl en dan ga ik van de rode pijl naar links. Met twee elastiekjes tegelijk. Dan ga je van de rode pijl naar rechts. Dat doe je ook weer met twee elastiekjes tegelijk. We werken het steeds met twee elastiekjes tegelijk. Nu pak ik twee elastiekjes en die plaats ik hier. En dat doe ik dan 8 keer. En je ziet, de elastiekjes overlappen elkaar. Nu gaan we hetzelfde doen aan de andere kant. En omdat het hetzelfde is, gaan we dit stukje versnellen. Nu gaan we het middenstukje van de A maken. De streep. En dat doe je op het zesde pinnetje. Dus je telt vanaf het begin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op die pin moet je streep zetten. Met twee elastiekjes tegelijk. En aan de andere kant doe je hetzelfde, ook met twee elastiekjes. Nu doe je de capband op het middelste pinnetje van de streep met drie ringetjes. Dus je doet het elastiekje, dus dit is er maar één, door je haaknaald. Dan draai je hem, dan doe je hem nog een keer om je haaknaald, draai je hem weer en doe je hem nog een keer door je haaknaald. Dan zie je hier drie ringen. En dan doe je hem op het middelste pinnetje van het streepje. Hetzelfde gaan we doen op deze twee pinnetjes. En dat doe je op deze manier. Je kan het op twee manieren doen. Ik laat eerst de eerste manier zien. Je doet hem erop, je draait hem, doet hem er weer op. Je draait hem en doet hem er weer op. Dan heb je hem er ook op. En de andere manier is weer op hetzelfde manier als bij het streepje. Dus je doet hem op je haaknaald, je draait hem en draait hem nog een keer. En dan doe je hem er ook op. Nu zijn we klaar om te haken. Je draait je loom om. Dan begin je niet bij het begin, maar bij het middelstukje. Je gaat in de capband. En dan pak je de bovenste twee elastiekjes. En die doe je naar links.
Dan pak je de overgebleven elastiekjes en die moeten naar rechts. Nu ga je wel het begin haken, dus je gaat in de capband, die duw je opzij. Dan pak je de twee roze elastiekjes en die haak je naar voren. Dan pak je de andere roze elastiekjes, die gaan ook naar voren. Het enige wat je doet is de elastiekjes pakken en naar voren haken. Hier is het wat lastiger, want hier moet je best wel veel elastiekjes opzij duwen. Dus je duwt ze opzij, pak de twee elastiekjes en die haak je naar voren. Het is ook heel makkelijk omdat je niks opzij hoeft te duwen voor de rest. En dan ga je hier de hoek om. Nu ga je terug naar het begin. En dan doe je hetzelfde aan deze kant. Dus je gaat in de capband, duwt hem opzij en pakt de twee elastiekjes. Dan pak je weer de andere twee elastiekjes en die haak je naar voren. En hier wordt het dan weer lastiger, want hier moet je veel opzij duwen, naar achter. Ze hoeven alleen maar naar voren, behalve bij het eind. En hier ga je dan weer de hoek om. Nu ga je naar het achterste pinnetje van je A. Daar steek je je haaknaald doorheen. Door alle elastiekjes. Dan pak je een enkel elastiekje. Die haak je eraan. Nou, steek je er eigenlijk aan. Dan haal je hem door alle elastiekjes heen. En dan doe je het andere lusje van het elastiekje ook aan je haak. Nu gaan we een knoopje maken. En dat doe je door het achterste lusje over de haaknaald heen te halen en los te laten. En dan aantrekken. Dan kan je hem eraf halen. Zo ziet hij eruit als hij er vanaf komt. Een beetje heel erg misvormd. Maar wat je dan moet doen is een beetje trekken. En de poten van de A, zeg maar, een beetje naar de andere kant toe trekken. Dus niet naar zijn eigen kant, maar naar de binnenkant. Een beetje naar achter trekken. En dit is dan het eindresultaat. Het lusje kun je ook nog verstoppen en ik laat nu zien hoe je dat doet. Dan pak je je haaknaald. Die steek je door de bovenste twee elastiekjes heen. Dan pak je het lusje, die doe je eraan vast. En dan haak je hem er doorheen. Ik hoop dat jullie iets aan deze video gehad hebben en tot de volgende keer!